Welkom bij een aflevering van Een Vrede Reeds Gewonnen. Ouderwets met een halve liter medicijn en een heilzaam vredeskruid. Want vandaag proberen we de abstractie van de ethiek te combineren aan het concrete juridische. In de derde klas gymnasium. Daar begint eigenlijk de lessen Plato. Die beginnen met de term zelfdenken. En veel van mijn oud-leerlingen zullen dat nog weten. En daar waren dan getalenteerde leerlingen bij, die meestal zeiden, maar meneer, u kunt dit nou allemaal wel zeggen, maar aangezien de les is om zelf te denken, mogen we zelfs wat u nu in deze les verteld heeft, toch in twijfel trekken. Nou, dat werden natuurlijk mijn lievelingsleerlingen. Want dat waren de kritische denkers. En als je kritisch gaat nadenken, dan kom je onder andere bij de Critias van Plato. En wat daar gebeurt is: daar verliest Critias de discussie van Socrates. En uiteindelijk wint. Bij Plato, Socrates wint iedere discussie. simpelweg omdat hij altijd de uitersten weet aan te tikken. waar eigenlijk geen echte antwoorden op zijn. En ik legde dat dan uit aan de hand van het volgende voorbeeld: Ik zei: Je bent leider van een land. En in dat land leven 10 panda's en 10 miljoen mensen. Je krijgt nu de uitdaging. Je moet of de helft van de panda's dood laten maken, of de helft van de populatie mensen. En dan zei ik. Relatief gezien is het hetzelfde, namelijk 50%. Maar in absolute aantallen vermoord je of vijf panda's of vijf miljoen mensen. Maar het vermoorden van vijf panda's op de hele populatie heeft een veel grotere impact dan het vermoorden van vijf miljoen mensen op de hele populatie. Want er zijn immers nog vijf miljoen mensen over. Maar. Bij de panda's zijn er nog maar vijf panda's over. En dan legde ik dus voor aan de leerlingen, maak die keuze en vooral beargumenteer die keuze. Nou, dat vonden ze natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want ja, er is iets voor te zeggen om vijf panda's te doden, maar er is ook iets voor te zeggen om vijf miljoen mensen te doden. En dan waren ze naar veel uh, overleg en delibereren en proberen elkaar te overtuigen. Uh, uh, waren die leerlingen in de ethiek en, het, en uh, een stuk verder namelijk dat ze zich realiseerden dat ethiek zoekt antwoorden op ingewikkelde vragen. Niet op voor de hand liggende vragen. He, dus mensen uh, uh, zeggen moord, moord is per definitie fout. Uh, in de Duitse rechtspraak moet ik u zeggen daar kent men het verschil tussen uh, verschillende motieven. Dus moord uit winstbejag is strafbaarder dan uh, uh, moord uit passie. Dus als je uh, 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 iemand berooft en hem daarbij vermoordt, ben je strafbaarder dan wanneer je in een, een, een oplaaiende ruzie met uh, 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 een familielid, uh, daar uh, besluit om uh, tot moord over te gaan. <coughs> Dat heeft de, Duitse, de Duitse wet heeft dat wel, de Nederlandse wet heeft dat niet. En dan hadden de leerlingen die hadden dus die, die ingewikkelde vraag, voor hè, een, een kind van 14, 15 is dat een ingewikkelde vraag, van ga ik nou 5 miljoen mensen of 5 panda's doodmaken? Allebei 50 procent. In absolute aantallen is het heel anders. Bovendien is het nog een verschil tussen voor veel mensen maak ik een dier dood of maak ik een mens dood. Maar en dan, en de, logica, die, de logica die zei eigenlijk maakt de 5 miljoen mensen dood. De logica zou zeggen, want de impact op die, uh, op die populatie mensen is veel kleiner. Dus laat die panda's, die tien panda's leven. Want ja, dus dat zou de logica, zou dat als, volgens, volgens Aristoteles, zou dat als antwoord hebben als de beste keuze. En dan hadden de kinderen dat gedaan en dan nam ik... Twee minuten voordat de bel ging, zei ik, dan heb, heb ik voor thuis nog een vraag erbij. Daar mogen jullie dan over nadenken als huiswerk. Dan zei ik, voor iedereen die er dus voor gekozen heeft eigenlijk conform de logica te handelen, die vijf miljoen mensen te vermoorden, dan vraag ik me af of zou, hè, jij bent leider van het land en jij moet die keuze maken, jij kiest ervoor om die mensen te vermoorden. En je komt tot de conclusie dat tijdens de selectie je eigen ouders, bij die 5 miljoen die gaan overlijden zitten. Maak je dan nog steeds dezelfde keuze? Er zitten dierbaren bij. Nou, dat leverde natuurlijk grote vraagstukken op in de jonge hersens van deze uh, leerlingen Latijn en Grieks. En dat was nou precies de bedoeling: om ze te confronteren met hun eigen gevoelens van eigen belang en ethiek. En daar had ik dus een, uh, uh, een aantal voorbeelden van afgelopen week, in kleine zin, hier op kantoor en in uh, algemene zin met wat er gebeurde tussen uh, de opmerkingen van Sylvana Simons en uh, de commentaren van uh, de minister-president Mark Rutte daarop. In kleine zin maakte ik het volgende mee. En dan moet ik u eerlijk zeggen dat hè, ik ben een mens van vlees en bloed. En ik heb zo mijn voorkeuren en mijn afkeuren. En ik heb een hekel aan drie dingen met een m. Ik heb een hekel aan muggen, mijnen, landmijnen en meeuwen. Ik vind het eigenlijk ik vind die muggen, ik vind het sneaky bastards. Uh, uh, irritant, bloedzuigers. Dus houden je uit je slaap. Ik vind het nare lui. Uh, Mijnen vind ik ook een gemene manier van oorlog voeren. Dit dus is gewoon ook weer sneaky. Van, kijk, je ziet het niet. En dan, en dan ineens, kaboom. En heel veel schade ook. Mijnen vind ik een naar. Ik zou er een internationaal mijnverbod zou ik meteen, uh, meteen voor zijn. En uh, meeuwen. Ik vind meeuwen agressieve beesten, vieze beesten. Ze, ze halen de vuilniszakken open. Um, uh, op zee en aan strand, daar, daar vind ik het tot daaraan toe. Maar hier in de stad vind ik het maar uh, een vervelende, luidruchtige lui. En uh, wat zag ik gebeuren? Ik zag het volgende gebeuren. Ik liep, uh, met een vriend van mij liep ik over het plein. En ik zag een meeuw een dode duif te grazen nemen. Nou weet ik dus niet of deze meeuw... Zelf de duif had gedood. Of dat hij. Met dat lijk aan de slag was gegaan. En je ziet. Die mail. Je ziet dat, die zie je dat lijk pikken. Van die duif. En dan zie je dus meteen. Dat uh, ja, zo'n zo mail. Heeft een, eigenlijk een soort vuilnismanfunctie functie. Het ruimt. Het ruimt de kadavers de, de ruimt die mail op. Maar tegelijkertijd. Zat er heel veel agressie in die mail. En je ziet het hem doen. En dan kijk ik ernaar en dan denk ik: Zo, zo dat is, de, de, de natuur is meedogenloos. De, de, de een zijn dood is de ander zijn brood. En verhip de volgende dag: ik kom terug, ik heb de honden uitgelaten en ik zet de deur hier naar de binnenplaats open. En wat schetst mijn verbazing? Er zit daar een jonge meel, die is naar beneden gevallen. En die zit hier op de binnenplaats en de muren zijn hier hoog. Dus hij kan niet weg. En daar zit dus de nieuwe telg in een familie van wezens waarvan ik denk, nee hè. Dat is dezelfde meel wiens ouders mij over het hoofd scheren en mij willen pikken als ik de hond uitlaat, want ze zijn dat nest aan het beschermen. Dus ik zie die, meeuw daar, die jonge meel daar zitten en dan heb ik natuurlijk een paar opties. Jachttraining voor de hond is kijken wat er gebeurt. Zelf die mail de nek omdraaien of moeite doen om die mail te vangen en hem vrij te laten. En dan overheerst bij mij de gedachte ja, vrijlaten. Die mail verdient zijn vrijheid. In de natuur gaat hij het misschien ook niet redden. Maar wij mensen, wij hebben het vermogen van de genade. En ik hoorde ooit iemand zeggen, nature is ruthless, only mankind can be cruel. De natuur is meedogenloos, alleen de mens is in staat tot vreedheid. Want het zou heel vreed zijn om de honden los te laten op die mail, of om zelf die mail de nek om te draaien. Daar zit vreedheid in. En dat zie je de mens ook doen. Hè? Wij, dat is wat ons pijn doet als we de beelden zien van het kappen van de, uh, de, de, de regenwouden. Dan zien we dat dat is een uiting van de vreedheid van de mens ten opzichte van de aarde en ten opzichte van het bos en ten opzichte van de dieren die in het bos leven. De mens eigent zich het toe, het recht. Hè? Daarom is het recht ook verbonden met ethiek. De mens eigent zich het recht toe om te zeggen: dit bos gaat plaatsmaken voor mij. En daarom heb je nu ook de, de opmars van, van de duurzaamheid, waarbij er een soort van ethiek revival is. Maar als je goed gaat kijken naar de Sustainable, sustainable Development Goals, de SDG's, dan is het ongelooflijk om te zien dat. Nu duurzaamheid een marketingtool is voor economische doeleinden van machthebbers. Ze verpakken het allemaal heel mooi. Maar het is gewoon weer het zoveelste verdienmodel en dit keer met een groen of in mijn geval bruin jasje. En het is natuurlijk heel moeilijk om daar tegen te zijn. Het is heel moeilijk om tegen de Sustainable Development Goals te zijn. The future is electric. Nou, ik kan u één ding zeggen, ik heb hier een goed boek staan hierachter. The future should not be electric, want het is heel slecht voor de gezondheid van de mens. Maar zou je kunnen zeggen, en dat zou je dus aan de derde klasse gymnasium eens kunnen vragen, het is misschien slecht voor de mens, maar misschien is het wel goed voor de natuur. Dus misschien is het heel goed dat we de future electric maken als de mensen er ziek van worden en ze sterven eraan. Er was ooit een keer een mevrouw die vroeg aan een bekende bioloog. Ik zal zijn naam niet noemen, maar hij heeft een hoop leuke boeken geschreven. Die vroeg aan die bioloog, wat moet ik doen? Wegwerpluiers of katoenenluiers die ik uitwas? Wat is beter of slechter voor het milieu? Deze bioloog zei, mevrouw, spoel uw kind weg. Dan mag u iedere dag van uw leven mag u een fles chloor door, uh, door het riool heen spoelen. Dat is beter voor het milieu als u geen kinderen neemt. De basis van iedere vorm van vervuiling is de mensheid. Hè, dit is ook, dit jaar is uh, 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 Prins Philip is overleden in, uh, uh, in Groot-Brittannië en die zei, ik hoop dat ik terugkom en reïncarneer als een dodelijk virus. Nou, dat is interessant, want hij zei, dat is beter voor de aarde. In deze tijden natuurlijk interessant dat, uh, dat, dat iemand zoiets zegt en beweert. Die zegt van laat maar terugkomen als een echt dodelijk virus. Want dan ruimt een groot deel van de overpopulatie op. En kennelijk vond Philip dat er sprake is van overpopulatie, ik dus misschien wel met hem eens ben. Maar je leeft dus in tijden met vragen van ethiek. Ik probeer mensen sinds die coronacrisis te overtuigen. Dat ze uh, beter geen. Uh, experimentele, experimentele injectie kunnen nemen. Uh, omdat, ja, er zijn allerlei logische redenen voor om dat na te laten. <tiek> Zo ook de man die ik zojuist tegenkwam, die mij aangaf dat hij na die spuit toch eigenlijk wel heel erg veel last had van zijn lichaam. Hij had wat moeite met lopen. Uh, hij had uh, uh, orgaanproblematiek. <tiek> en uh, dat zien we vaker. Maar tegelijkertijd zou ik natuurlijk kunnen zeggen: Weet je wat? Dien maar toe. Aan, aan hen die willen. En als het slecht uitpakt, ja. Het is vervelend voor hen, maar. Het is goed voor de regenwouden. Goed voor de zee. Goed voor de luchtvervuiling. Goed voor de mensen die overblijven. Toekomstige generaties <coughs> zullen zeggen: Ja. Ja, dat deden ze toen misschien op een hele gruwelijke en vrede manier. Ja, daardoor hebben wij nu een betere wereld. Want meer ruimte en meer schoonheid. In een, in een B-garnituur James Bond film zegt men ooit: One man's freedom fighter is another man's terrorist. Dus degene die nu zegt: van ja, luister, we doen dit. En we depopuleren de wereld op een gruwelijke manier. Die zou, dat zouden de helden kunnen zijn van de toekomst. Klinkt heel vreed. Maar dat is de, hetzelfde met die vraag. Je moet ruimte maken. Gaan die panda's of gaan die mensen? Kijk het universum doesn't really care. Hè? In het universum is geen ethiek. Voor die meeuw is er geen ethiek. Die ziet gewoon die dode duif en die eet hem op. Voor ons mensen is dit lastig. En uh, bijbels gezien is dit, uh, iedereen zegt van ja, Eva at van de appel. Ja, maar weet u ook van welke appel? De appel van de boom van de kennis van goed en kwaad. En ethische vragen zijn vragen over goed en kwaad. En dan heb je van die, van die uh, uh, deugmensen, de goodmenschen, uh, die dus boeken schrijven onder titels van de meeste mensen deugen, nou ja, ik, ben, ik heb de volgende altijd geleerd van huis uit. Dat is, de mens is geneigd tot het goede, in staat tot het kwade. Het feit dat in mijn hoofd opkwam, misschien moet ik de honden loslaten op deze mail, zou een kwade gedachte kunnen zijn. In ieder geval, als je gaat nadenken van iedereen heeft recht op leven. Een integriteit van lichaam. Kijk, die meel. Ik weet niet of u het ooit geprobeerd heeft. Maar meel is niet tevreden. Dus als ik hem zou doodmaken. en ik zou hem klaarmaken. dan zouden we weer een ander argument opleveren. Snapt u? Mensen zeggen. je moet. Hè? Dieren, uh, het dierenleed is verschrikkelijk. Ja, correct. Maar is het, is het. Stel, een koe heeft een fantastisch leven gehad. en hij staat, hij staat heerlijk buiten. en die koe is gelukkig. Is het dan niet veel vreder. om deze biologische koe dood te maken? Is het niet veel. Minder vreet om een koe die een slecht leven heeft, om daarvan te zeggen: nou, jou eten we op. Jagers leren: schiet de zieke dieren. Voor de populatie is het beter: schiet de zieke dieren. Dan kun je je afvragen: van, is dat dan zo goed voor je eigen voedsel? Moet je niet de sterke dieren schieten en eten? Weet je, dit, dit soort vragen. Mensen zijn er heel rechtlijnig in tegenwoordig. Er zijn rechtlijnige antwoorden. Het, het, is, het, is, het is de Matthijs van Nieuwkerk-generatie van journalisten. Ben je voor of ben je tegen? Een uh, beetje van beide, Matthijs. Want ik heb goede argumenten voor en ik heb goede argumenten tegen. En wee je gemeente als je degene bent die een verkeerde beslissing neemt. Hè? Dat is ook, ik had al ruzie tijdens mijn eigen jeugd, tijdens de geschiedenislessen, als ik zei. Ja, ja, Adolf Hitler heeft 6 miljoen doden, uh, of Joden uh, doodgemaakt. Uh, conform de geschiedenisboekjes. Ik zei Maar Stalin heeft er 20 miljoen over de kling gejaagd. Dus in. Alleen dan zeggen ze: ja, maar daar zat geen kwade opzet achter. Oh, oh, weet jij dat zo zeker? Was je erbij dan tijdens de vergadering? Snapt u? Dat, dus dat ik kreeg de grootste ruzie. Want ja, de, de Russen waren medebevrijders. Ja, het Russische leger waren medebevrijders van de onderdrukking hier in het Westen. Maar ik denk dat de, Russische, de, de Duitse vrouwen eh, 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 die Russische invasie toch anders hebben ervaren. Het zijn, het zijn ook onderwerpen. Je maakt er geen vrienden mee over het algemeen. Daarom vermijden mensen. Tijdens verjaardagen, dit soort onderwerpen. Maar we willen het er niet over hebben. We willen het graag gezellig houden. Ja. ja, leuk. Leuk, maar we hebben een wereld vol met ethische. en derhalve juridische uitdagingen. Je ziet het zelfs bij rechtbanken. Je ziet rechters helemaal niet. behoefte hebben aan een ingewikkelde casus. Ze moeten gewoon kijken: ik moet gewoon een vonnis schrijven. en dan krijg ik mijn boterham betaald. en ik heb een, 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 een 36-uurige werkweek. Of misschien werk ik parttime. De gemiddelde rechter in Nederland is een D66-stemmende middeljarige vrouw. Dus die hebben, die hebben een parttime baan. Dan gaat het uh, tijdens de koffiepauze gaat het over een, een schaalverhoging. Krijgen ze opslag of niet? Dat, dat is waar het over gaat. In plaats van de grote uh, uh, ethische vraagstukken waar het recht ja. eigenlijk voor gemaakt is. Namelijk. Het codificeren van ideeën die wij hebben over goed en kwaad. En dat, dat recht moet dynamisch zijn, want het is een glijdende schaal. Homoseksualiteit was vroeger verboden, nu is het. volledig normaal. En dan hebben we een hele, hele, hele heftige reactie op het feit dat in Hongarije er gezegd wordt. We willen. Het is, het is nog steeds gewoon. Oké, okay, om homo te zijn, maar we willen niet enorme propaganda op, op, op scholen en bij kleine kinderen. We willen kinderen nog even hè, niet confronteren met uh, uh, 20.000 verschillende vormen van seksualiteit. We willen kinderen nog leren rekenen en taal en uh, uh, touwtjes springen. En dat vinden we dat lijkt ons een goed idee. Nou, dus je ziet hoe heftig. En al die Nederlandse radio-DJ's en, 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 en iedereen met zijn regenboogvlag eroverheen. Ik heb heel veel homo's gesproken. Die zeiden, wij willen dit niet. Deze discussie. We hebben onze rechten zijn gewaarborgd. We zijn oké okay hier. Weet je? We hoeven niet Anne en Suzanne van de marketingafdeling van Shell of Unilever. Die weer ergens een of andere kutreclame maken. Waarin het, dat homoseksualiteit en de inclusiviteit weer benadrukt moet worden. Het is al geregeld, beste mensen. En ja, er zijn mensen die nog steeds stomme grappen daarover maken. En ja, er zijn nog steeds mensen die het nodig vinden om racistische grappen te maken over Joden of over, uh, uh, of over Negers. Maar ik kan u één ding zeggen: als je nu in de Verenigde Staten bent en je bent in Californië, daar, daar wordt je als blanke gediscrimineerd. Daar moeten we nog allemaal even aan wennen. Maar daar heb je bijvoorbeeld de term basic white girl. Basic white girl. En dat is zo denigrerend, daar zit zo'n denigrerende toon in, als je dat met Hispanics of, of donkere mensen in, in hè, daar ga ik graag mee om hoor, in, als ik in Californië ben. Maar die hebben het wel de hele tijd over de basic white girl. Het is het lijkt een soort van wraak nemen voor een idee van racisme wat eventueel twijfelachtig plaatsgevonden heeft, zou kunnen hebben waar ze zelf niet mee in aanraking zijn geweest. Maar iets waar ze kennelijk bang voor zijn. En die, die discussies, die leiden af van de werkelijke ethische discussies. Namelijk. het recht op lichamelijke integriteit in tijden van uh, corona. Het recht op toegang tot medische zorg. En dat kaartte Sylvana Simons aan. Ik ben geen fan van haar politieke ideeën. Maar het feit dat zij aanhaalt. En Oh, die reactie, hè? want dan gaat het ook meteen weer in dat protestantse Holland en dat, en dat Calvinistische en, het, en dat Napoleontische burgerlijk wetboek. Schuld en schaamte. Echt met z'n allen verplicht Dostoevsky's schuld en boete lezen, nu. Schuld en boete. Wie heeft de schuld? De hele tijd. Je hebt een beslissing genomen, jij bent de schuld. En dan vervolgens kan die schuld omgezet worden in langslepende juridische procedures. Waarbij rechters niet meer willen kijken naar de ethiek. Over wie heeft hier nou verantwoordelijkheid voor bepaalde ingewikkelde keuzes? Wie kon dit weten? Was dit willens en wetens? Kijk, er zijn heel veel mensen doodgegaan omdat ze geen zorg kregen. Omdat we allemaal hebben geloofd dat er een heel ernstig dodelijke ziekte rondwaart. Nou, de IFR. Dus de fatality rate, het dodental, is minimaal. Dus nu de vraag, de ethische vraag, waar Jord kelder nou te benen aan het begin van die coronacrisis een paar dreunen van om de oren kreeg. Hij zei: we zijn oude mensen aan het redden en we zijn een hele economie en een hele toekomstige generatie om zeep aan het helpen, psychologisch, economisch en sociaal, om een paar oude te dikke mensen te redden. Is dat dan je toppunt van beschaving? En zo onderhand is er iemand die vraagt: wacht even. Dus we hebben dat gedaan, we hebben 30.000 extra doden om 1.500 te dikke bejaarden te redden. Nou, dan dus ben je terug bij de vraag. Vijf panda's of vijf miljoen mensen. Daarom kreeg ik nog gedonder over dat ik dit soort vragen ging stellen. Want de kinderen kwamen thuis en zeiden: wat we nou hebben geleerd op school, we moesten zelf nadenken. We moesten nadenken over een vraag waar geen echt fijn antwoord op is. Want ieder antwoord is kloten. Krijg je ouders op het spreekuur... ja, 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 mijn kinderen die hebben ineens vragen. Oh, wow. Stel je toch eens voor. Dat is niet handig als je Radio 538 of Q-Music DJ bent... en je zegt, laten we een regenboogvlaggetje aandoen naar, naar Hongarije... want daar wordt de wereld beter van. Dat is niet de discussie. Maar leg dat even uit aan die oude man... die ik tegenkwam bij de sportschool... Aan wie ik vraag hoe gaat het met u? En hij zegt kloten, want ik heb bijwerkingen. Ja, maar ja, eigen keus. Ja, maar slecht geïnformeerd. En dan dus de juridische vraag wie is verantwoordelijk? En op dit niveau moeten die debatten gaan. Als je naar nieuwsuur kijkt. Op dit niveau moeten de juridische vragen gesteld worden als je een rechtbank inloopt. Goh, wees hier nou eens eerlijk over. Want als je Mark Rutte vraagt over Klaus Schwab, dan ligt hij de boel ook de hele tijd bij elkaar. Want we hadden hem hier laatst. En toen vroeg een collega van mij, die vroeg aan hem: hoe zit het met uw verhouding met Klaus Schwab eigenlijk? En toen zei hij: ja, dat is een goede vriend van mij. Een gewaardeerde professor, professor Swaap, zei hij. Oh? En dat is vijf maanden geleden, beste mensen. Gewoon hier om de hoek. En dan vervolgens staalhard liegen. En dan heb je nog idioten die op straat zeggen, die zeggen, nou, vind ik wel knap hoor, ga er maar staan in die crisis. Holy Mac. Ik zou zeggen, kom maar op met die boosters voor die mensen. Dat zijn, dus, dat zijn dus de pareltjes van, van de, de coronacrisis. Voor iemand die geïnteresseerd is in de ethiek en de, en de juristerij. Want we kijken nu naar een samenleving die compleet ontspoord is. Zegt de Raad voor Europa dat vaccinatieplicht verboden is? Zegt de Franse president. Dat een vaccinatiepas verplicht is om naar een restaurant, een café of een theater te gaan. Heeft de president van Frankrijk, die een directe band heeft met de Raad van Europa, heeft hij dan de memo niet gekregen? Did, did you just miss the memo? En dan breken er rellen uit in Frankrijk, in iedere stad. He? Zoals sommigen van u weten, ik heb een warm hart voor Frankrijk, ik kom er graag. In iedere stad breken er rellen uit. Maar de Telegraaf zegt, door de nieuwe maatregelen van de president Macron, is er een run op vaccins in Frankrijk. Ja, en dan, dan, dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, wow. Want het is nu echt schering en inslag van tegenstrijdigheden. Je kan niet verplicht worden. Al, allerlei advocaten, advocatenkantoren, die gaan. Er, he, he, nou, die komen ook eens van stal hoor. De cavalerie. Daar komen ze aan. Altijd te laat. Schrijven op hun websites. Je werkgever mag niet eens vragen naar je, naar je status of je gevaccineerd bent of niet. Mag die niet vragen? Privacywetgeving. En kennelijk mag de restauranteigenaar, sterker nog, moet de restauranteigenaar van dat leuke tentje op de hoek in Parijs. Die moet aan mij vragen: bent u gevaccineerd, meneer Hulleman? En het is zoiets, want ja, ja, je doet het voor de gezondheid van een ander. Dat is kundig. In elkaar gezet. Maar dan kom ik bij Guido Weijers. Die aan Aaf Brandkostzius vroeg. Aaf. Hoezo moet iedereen gevaccineerd worden? Jij bent toch gevaccineerd? Jij bent toch veilig nu? Hoezo moet een ander ook gevaccineerd? Jij neemt hem omdat jij veilig wil zijn. En jij wil een ander niet besmetten. Maar er zit dus een soort van. Waanzinnige indoctrinatie in die mensen. Dat zei: iedereen moet. Holy Mac, dat is gevaarlijk. Dat is een gevaarlijk punt in de geschiedenis. Ja, ik zou toch willen vasthouden in deze duistere tijden van ethiek en recht aan. Toch een van de allerhoogste wetgevende instanties van Europa. En geloof me, Nederland bestaat al lang niet meer. Dat is in 1990. Sinds, 1999, sinds 1990 bestaat Nederland niet meer. Hè? Het verdrag van Maastricht heeft feitelijk gewoon gezegd Nederland, nee, Europa. U heeft een, op uw kenteken van uw auto een Europees vlaggetje waar NL op staat. Dat says it all. U betaalt met de euro. Dus u bent Europeaan. Of u het nou wil of niet, u bent helaas allemaal slachtoffer van meneer Timmermans. U bent Europeaan. Of u het nou wil of niet. U bent het. En de Raad van Europa zegt: vaccinatieplicht is verboden. Ook nationale wetgeving, die toch nog steeds geldt, zegt. Vaccinatieplicht is verboden. Uw minister, Hugo de Jonge, heeft gezegd, vaccinatieplicht gaat er nooit komen. Maar u bent Europeaan en als u Frankrijk ingaat, onderdeel van Europa, onderdeel van Schengen, moet u uw vaccinatiepas hebben. Anders mag u het restaurant niet in. Dat stuit op enige weerstand momenteel in Frankrijk. En hoe gaat men om met die weerstand en hoe gaat men om met deze regelgeving? En gaat men massaal, inderdaad, zoals de Telegraaf ons dat bericht, ineens zo'n prik halen in Frankrijk? Of is het allemaal alleen maar onderdeel van propaganda? Zodat zoveel mogelijk mensen zich van hun hebberigste en stomste en bangste kant laten zien en zeggen: Nou, dan neem ik hem wel. Je ziet ze ook discussiëren over merken. Het is echt te verdrietig voor woorden gisteravond, dan zie je dus dan zie je dus mensen op een terras, dat is nu tegenwoordig is, mag je nou weer naar het terras ze mogen weer naar het terras de slaven worden gelucht en dan dan heb je dus van die lui die komen dus zo gaan ze een andere hand geven want dit doen we niet meer, maar nee, dit en dat in samenspel met de anderhalve meter ik weet niet of u het verschil ziet, maar als ik u zo een hand geef. dan zit er meer afstand tussen u en mij dan wanneer ik het zo doe. Dus vanaf dag één. dat je die stoethaspelige actie van Mark Rutte. met meneer Van Dissel zag. van nou, we gaan het voortaan zo doen. Dan had, toen had iedereen toch al moeten. Met, met enige vorm van zelfnadenkendheid. had toch moeten zeggen. No, you gotta be fucking shitting me. You're shitting me. This is a joke. Dat iedereen toch zei van... Oké, okay, dus we gaan anderhalve meter afstand houden. Oké, okay, oké. Okay. Ik snap hem. En als we elkaar een hand geven, dan doen we het zo. <laughs> ah, en dan dat iedereen het nog doet ook. Dat is toch... Dat... Wauw. En dan zijn er nog politieagenten die zeggen: Hé, hey, een anderhalve meter afstand, bekeuring. En dan gaat het om over onderzoek naar satanisch ritueel misbruik. En dan hebben we toevallig de minister van Justitie die geen anderhalve meter afstand houdt. En het nieuws helemaal vol. En alle praatprogramma's weer vol. Ik adviseer nogmaals eventjes de video in Shadow. De animatie. In shadow. 13 minuten van uw leven. Ik kijk hem één keer per maand. Het is te pijnlijk. Gelukkig eindigt het positief. Maar het geeft heel goed aan wat het probleem is van deze wereld. Die animatie is beter dan alle podcasts van mij samen. Bij deze: 160, 170 podcasts van mij. Vergeet het maar. Trek ze door de play. Kijk in shadow. 13 minuten van je leven. Tja. Dus juridisch hebben we enorme vraagstukken. Echt enorme vraagstukken. En er werd een stukje fictie over geschreven. En die fictie die luidde als volgt: Je moet beschermd zijn tegen een ziekte. Dus moet je een vaccin halen. Ga je dat vaccin halen? En dan stel je aan de dokter de vraag: ben ik nu beschermd tegen de ziekte? En de dokter zegt: nee. Waar sta je dan juridisch? Dus de dokter zegt: je bent hiermee niet beschermd. Ook niet tegen varianten, mutanten, alles wat eraan zit te komen. Maar je moet er één halen. Om jezelf te beschermen daartegen. Die logica is toch helemaal. Aristoteles die, Aristoteles die zit nu in zijn graf. Heeft hij zo'n vraagtekentje boven zich. Zo. What? Qua? What? What the fuck? Hij sprak Grieks, geen Latijn. Maar laten nou, we ervan uitgaan dat hij ook Latijn beheerste. What the fuck? Echt, dit zijn echt nieuwe tijden. Dit is gewoon Al, al mijn ethiekboeken, kan ik echt gewoon wegmieteren. Die moeten opnieuw geschreven worden. Want er komt helemaal niets meer van. En de filosofen van, van dit land Die, die schrijven, die schrijven pillen vol over, over kwatsverhalen, over inclusiviteit en zo. Terwijl dat allemaal al gecodificeerd is. En, en de culturele beweging die we, die we zien, eigenlijk uh, um, uh, het humanisme onderuit aan het kachelen is in plaats van het aan het helpen. Ik denk dat artificial intelligence, die uh, uh, een beetje logisch geprogrammeerd staat, dat die het ook moeilijk heeft om te begrijpen wat hier nu precies aan de hand is in de wereld van de mensen. Ja, dat zei uh, de schrijver WNP Barbellion heel mooi. Die zei, het is niet zozeer aan de priesters om de manieren van God uit te leggen aan de mens. Het is eerder de, de taak van de priesters om de manieren van de mens uit te leggen aan God. Want God die begrijpt alles, maar ik denk dat hij ook zit te kijken van. Wat? Wat hebben jullie bedacht? Hoe? Oké. Okay. In het kader van de ethiek, die tempeliers, die, 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 die gingen gewapend, bestormden die een stad. Met de term deus vult, God wil het. Uw wil geschieden, in uh, het Onze Vader. Uw wil geschieden, oké, okay, dus als we zeggen God wil het, we go for it. Let's murder them all. Oké. Okay. <laughs> Ik heb, ik heb ethische vragen. Hallo? En ik heb hier juridisch. Dat mag niet. En dat is eigenlijk wat we dus nu ook hebben: we hebben een soort van declaration of war tegen de ethiek en de logica in één klap. En dat uitzicht is allemaal op klein niveau. Het, het, het uitzicht op klein niveau. Dat de logica is ver te zoeken over anderhalve meter. In combinatie met elkaar zo'n hand geven. Hoppa. Beste voorbeeld. Meteen vanaf dag één. Hoppa. Logica weg. Ethiek is een ingewikkelder. <clears throat> Ethiek houdt bijvoorbeeld in dat je, dat je zou zeggen: Hé, hey, iemand beweert iets. En iemand gaat mij van mijn rechten ontnemen. En als ik naar een rechtbank ga, dan zijn mijn rechten ook daar weg. Dit begint op noodweer te lijken. Nu sta ik met de rug tegen de muur. Dat is wat die Fransen voelen die nu de straten opgaan. Die voelen: oké, okay, de logica is weg, de rechtsstaat is weg. De ethiek is weg bij onze leiders, ze komen op onze lichamelijke integriteit af. Wij staan met de rug tegen de muur. Dan zou ik u willen wijzen op het juridische artikel van noodweer en noodweer-excess. Weinig gehonoreerd in het Nederlands recht. Een beroep op noodweer of noodweer-excess. Maar niet ondenkbaar. U staat in uw huis met het mes op de keel. Naast u staat een vaas. Degene die van plan is u te beroven en te vermoorden, staat op het punt dat te doen. U pakt die vaas en u slaat hem zijn hersens in. Noodweer, noodweer excess. Dat zijn de ethische vragen. Mensen die dan aan strafrechtadvocaten vragen, hoe kun je nou een schuldig iemand verdedigen? Altijd meteen weer hats, schuld. Omdat een schuldig iemand ook recht heeft op een eerlijk proces. Dat is een hoeksteen van de beschaving. De laagste energie die er is, is wraak. En daarom schreef Simon Wiesenthal, de natiejager, het boek Justice, Not Vengeance. Maar die twee lijken soms heel dicht bij elkaar te liggen als je het Nederlandse boekje Vergelding en Vergoeding gaat lezen. Daarom wil ik toch nog maar eens een keertje mijn hoogleraren van de Erasmus Universiteit in Rotterdam bedanken voor een fantastische opleiding. Want de boeken Vergelding en Vergoeding en de Objectiveringstheorie van Polak hebben mij een wereldbeeld gegeven waarmee ik. Nu naar de wereld kan kijken met een heel groot vraagteken boven mijn hoofd. En in concreto, want daar zijn we nu aanbeland, als je dan in het arbeidsrecht gaat kijken, dan hebben we nu heel concreet voorbeelden van overtredingen van de wet. Die als ze voorgelegd worden aan een rechter, goedgekeurd worden. Dus zelfs het door mij gehekelde artikel 11 van de Wet Algemene Bepalingen, de rechter spreekt recht volgens de wet, is overboord. Want de AVG en de privacywetgeving zegt. Dat mensen niet eens gevraagd mogen worden naar hun vaccinatiestatus, naar hun medische data. Daar zijn echter uitzonderingen op. En die uitzonderingen die worden heel vakkundig ingevuld door degene die misschien wel een dubbele agenda hebben. Een dubbele agenda waarvan heel veel kijkers van een vrede reeds gewonnen heel goed aanvoelen en zien aan alle tekenen dat die er is. Maar waarvan ik laatst een goed gesprek had met een man die zei: Ik zie wel dat het allemaal niet deugt, maar ik zie het masterplan erachter niet. Toen zei ik: Of wilt u het niet zien, omdat dan uw hele wereldbeeld instort? Dat u moet accepteren dat de democratische rechtsstaat die u nodig heeft om rustig te gaan slapen, dat die er niet meer is en dat u dus feitelijk in een chaotische jungle leeft, waarvan u weet dat u het waarschijnlijk niet gaat redden, want u bent iets te oud, iets te dik en slecht voorbereid. Op alle mogelijke denkbare situaties. Dus wilt u niet zien dat u in een periode leeft waarin de democratische rechtsstaat niet alleen talende is, maar feitelijk verdwenen is? En het not in my backyard principe natuurlijk. Zolang ik er maar geen last van heb, vind ik het niet erg. Ja, maar het waait vanzelf over into your backyard. Zou ik toch aan de mensen willen zeggen die denken, nou, ik kom er nog wel doorheen. Hou vol, nog even. Oké. Okay. Ten aanzien van wat? Het vaccin gaat ons verlossen. Heeft ons verlost. Nee hoor. Nee hoor. Wat de tegenstrijdige berichten zijn nog steeds. Dat enerzijds wordt er gezegd dat het vooral ongevaccineerden zijn die nu op de IC's terechtkomen. Andere mensen zeggen dat het vooral gevaccineerden zijn die op de IC's terechtkomen. En tijdens het medisch onderzoek in Baarn hebben we aangetoond dat gevaccineerde mensen geen antistoffen aanmaken. Een rechter zegt dat antistoffen ook niet beschermen tegen een ziekte. Waarmee je feitelijk alle injecties tegen de mazelen ook weer weg kan gooien. Want antistoffen beschermen niet. In deze brei van gegevens is het natuurlijk niet verwonderlijk dat mensen zeggen ik vlucht het terras op. Waarbij je hele ongemakkelijke de een is gevaccineerd en zegt kom hier geef me een knuffel. Wij zijn gevaccineerd. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Ik maak me juist zorgen. <laughs> maar dat snappen ze dan niet. Want dat is niet volgens de hun opgelegde werkelijkheid. En dan al die concrete situaties van mensen die zeggen van ja. Ja, ik heb, ik heb geen spuit. Dus ik word uitgesloten. Ja, misschien moet je dat nu accepteren. Misschien is dat nu zijn, zijn het... De tijden waarin mensen die zeggen: Het ja, lijkt mij onverstandig om met, met iets experimenteels in te spuiten. Misschien moet u accepteren dat u niet meer het voedselachtige substanties bij de Albert Heijn uit de schappen mag trekken straks. Dat omdat u niet een pasje heeft die u toegang verschaft. Want u bent straks de parasiet van de samenleving. Misschien moet u dat maar dulden. En vergeet niet dat als je die keuze gemaakt hebt als leider, dat er vijf miljoen mensen doodgaan in plaats van vijf pandas. Dat er bij die vijf miljoen mensen, dat daar dus verdriet bij zit. Dat was wat Sylvana Simons snijdend toebeet aan Mark Rutte. Hoe zit het met het leed van de familieleden van die 30.000 extra overleden mensen? Daar zit ook leed. Verdriet. En dat is uw schuld. Waarbij die dan vervolgens kan zeggen, juridisch gezien uh, uh, valt dit niet onder mijn ministeriële verantwoordelijkheid. En ben ik daarvoor niet strafrechtelijk vervolgbaar. Die, die Get Out of Jail for Free pass die ze zichzelf hebben toegekend. Overigens, misschien toch belangrijk om op dit moment te melden... dat de reisverboden en de vaccinatiepassen, verplichting... allemaal niet gelden voor ministers, hoge ambtenaren... en staatshoofden en diplomaten. Dus in het kader van Animal Farm... some animals are more equal than others. De meeste mensen deugen, maar sommigen ook niet, Rutger Brechtman. Sommige mensen deugen niet. Of die hebben iets meegemaakt. Of die zijn ergens toe verleid. Succesvol. Om gedrag te vertonen. Wat, uh, waarvan ze denken dat ze het karma vrij kunnen doen. Dan kom je in de complotten terecht. Dat die tempeliers. Die renden die stad in. En die moorden en die plunderden. Deus voelt. God wil het. Dus geen schuld. Vrij van karma. Wij komen hiermee weg. Dat zijn nogal overtuigingen. Terwijl hun geweten, wat onder andere voortkomt uit hun pijnappelklier, het huis van het geweten, de ziel. De ziel. Alle wetten zijn nog steeds aangenomen bij Gods gratie. Maar een gesprek over de ziel is in deze 21ste eeuw volstrekt ondenkbaar. En die ziel is nou net degene die de ethiek en het geweten een beetje in de gaten houdt, als het goed is. Er zijn mensen die zeggen van ja, ik heb een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Nou, het is niet dat rechtvaardigheid een gevoel was. Vaak is het zo dat zij in hun belang geschaad zijn en dan zeggen ja, ik ben aangetast in mijn rechtvaardigheidsgevoel. Nee, u had een belang dat wordt doorkruist door de keuzes van een ander en vervolgens bent u geschaad in uw rechtvaardigheidsgevoel. Gewoon belangenstructuren die botsen. En dan gaan we ja, gaan ons gelijk halen in de rechtbank. Oké. Okay. Good luck. Daar zit gewoon een mens. Overwegend van D66-signatuur. Vrij van karma, vrij van ziel. Gehouden aan artikel 11 van de wet algemene bepalingen. Oh nee, af en toe ook dat passen we willekeurig toe. Je zou eigenlijk net zo goed alle wetboeken kunnen weg zeggen. We laten het over aan de willekeur van de rechtbank. Tussen haakjes, zelfs ook als er een belangenstructuur is die wij ontkennen. Ja. Vrouw Justitia, blind en met een zwaard, kan u één ding zeggen? Hoeveel vrouwen zou u een blinddoek om doen? En vervolgens bewapenen met een zwaard. Cheers. Heeft u al gehoord van de stichting en de loterij die wij organiseren om onze prototypes af te maken en aan, aan u te presenteren? Kijk dan op www.natuurpad.com en doe mee, koop een lot, steun ons en wie weet wint u een van de vele prijzen. Dank u wel.